leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een roomtour, een veel aangevraagde roomtour. Zoals jullie misschien wel weten of hebben kunnen zien in de video van vrijdag vorige week, ben ik met mijn broertje Sam van kamer verwisseld. Dit is nu mijn kamer en Sam zit in mijn oude kamer. Maar daarvoor moest natuurlijk nog wel heel erg veel gebeuren. Dus dat heb ik gedaan in de vorige video en aan jullie laten zien. En in deze video ga ik jullie het echte eindresultaat laten zien. Namelijk mijn roomtour. Deze video is veel aangevraagd, dus ik hoop dat jullie blij zijn dat hij eindelijk online is gekomen. Hier en daar zijn er nog wat dingetjes waar ik niet helemaal blij mee ben, maar dat komt vanzelf wel. Voor het grootste gedeelte is mijn kamer nu af en ik ben echt heel erg blij met het eindresultaat hoe het is geworden. Het was een beetje een gewaagde keuze om deze kleur te kiezen, maar uiteindelijk ben ik er echt ontzettend blij mee. Zijn jullie nou benieuwd hoe mijn kamer is geworden? Blijf dan zeker verder kijken. Wanneer je via mijn deur binnenkomt lopen, heb je rechts als eerst dit staan. Hier staan twee kussentjes, die zijn voor beneden, maar omdat het huis verbouwd wordt, staan ze eventjes in mijn kamer. En hier staat een verhuisdoos met allemaal spullen die weg kan, dus die wil ik eventjes weggooien. Alleen nog geen tijd voor gehad, dus die staat hier eventjes in het hoekje. Maar normaal gesproken staat hier verder eigenlijk helemaal niks. En daarnaast staat mijn IKEA pakskast. Dit is mijn kledingkast. Ik heb een hoekelement en een gewoon element. En die heeft mijn vader aan elkaar vastgemaakt, waardoor ik een hele mooie soort L-vormige kledingkast heb. Als je het hoekelement opent, zie je dit. Je kan hem echt helemaal openbuigen, dus dat is super chill. Aan de bovenkant hangen hier allemaal topjes, zoals topjes om mee uit te gaan. Maar ook leuke hoodies voor festivals bijvoorbeeld. Blousjes, t-shirtjes. En hier hangen wat blousjes met wat langere mouwen. En hierachter heb ik wat zomerdingetjes hangen. Maar hier ga ik niet te veel op in, want daar wil ik dus nog een aparte video van maken over mijn closettour. En hieronder hangen sweaters of truien die ik niet hoef op te vouwen, zoals de trui van G's Louise of Color for Rebel. Dit is echt mijn favoriet, is van Color for Rebel met deze leuke achterkant. Dus dat komt hier allemaal. En hier heb ik nog een jurkje hangen die hierboven niet meer paste. En hier aan de achterkant, ik weet niet of je het goed kunt zien, staan allemaal schoenendozen van Isabel Marantz en Alexander McQueen's. Gewoon van dozen die ik dus wil bewaren voor stel dat ik ooit mijn schoenen wil verkopen, dat ik de doos erbij kan geven. En hier liggen nog twee dingetjes die ik ga verkopen, dus die moet ik ook eventjes bewaren. En dan in het andere hoekelement heb ik alle truien opgevouwen die ik niet wil hangen. Want wollen truien worden vaak heel erg lelijk als je die gaat ophangen. Dus aan de bovenkant heb ik wat roze truien hangen, hier wat groenige zwarte grijze truien. En de twee planken daaronder heb ik wat meer de beige bruine tinten en wat meer de witte tinten. En als we dan wat meer naar beneden gaan, zie je dat ik hier wat losse doosjes heb staan en wat kleding. Maar dat komt omdat ik hier nog drie lades wil verkopen voor erin te doen. Maar die waren de laatste keer uitverkocht bij de IKEA. Want daar wil ik dan al mijn losse topjes in doen. Bijvoorbeeld hemdjes en zo. Die ik niet kan ophangen. Die wil ik dan daarin doen. Maar voor nu staat het dus tijdelijk eventjes in deze dozen. En dan deze die ernaast staat. Deze is wel iets meer een troepje. Hierboven heb ik al mijn jasjes hangen. Ik heb deze nieuwe van Chiquelle. Daar ben ik echt super blij mee. Ik heb van die manteljas heb ik hier hangen. Maar ook van die gewaterde jasjes. Ik weet niet echt hoe je dat noemt. Gewoon leuke festivaljasjes, spijkerjasjes, leren jasjes, jasjes van Vlot. Nog een jasje van Vlot en ook weer een teddycoat. En deze kimono van Love Stories. Dan hier heb ik een beetje troep liggen. Dit zijn eigenlijk dingetjes die ik nog wil gaan verkopen. Deze is voor Rosa, dus die moet ik eventjes een haar geven zondag. Maar ik heb hier ook gewoon broeken die bijvoorbeeld niet passen. Want ik wil hier heel graag nog een plank bij een, of nog een lade, zodat ik al mijn rokjes in die plank kan doen of in die lade. En al mijn broeken kan ophangen, want het past dus gewoon niet meer. Dus vandaar dat dat hier allemaal ligt. En hierachter staan heel mooi mijn designertassen. Bijvoorbeeld deze van Furla of deze van Marc Jacobs. Die heb ik hier staan. En normaal staan die er heel mooi bij. Maar omdat er nu dus allemaal kleding voor ligt, zie je het niet zo goed. Hier heb ik een plank met allemaal schoenen staan. Ik heb echt van alles wat. Ik heb drie paar Isabel Marantz. Hier sneakers van Alexander McQueen, van Nicky. Achter staan All-Stars, sportschoenen, Clarks. Eigenlijk echt van alles wat. En hier heb ik dan een uitschuifrek met allemaal broeken en rokjes en zo. Maar ik heb gewoon niet genoeg plek daarvoor. Dus wanneer heel mijn kledingkast is opgeruimd en ik extra lades heb en zo, zal ik een closettour gaan opnemen. Zodat jullie het echt wat beter kunnen zien. En dan zal ik ook echt wat meer ingaan op de kledingitem zelf. Naast mijn kledingkast van de IKEA heb ik ook een ladekast van de IKEA. Namelijk deze Alex ladekast. Ik denk dat de meeste mensen deze wel kennen. Daarnaast staat ook nog een spiegel van de IKEA. Maar daar kom ik zo bij. Ik zal eerst eventjes de inhoud laten zien wat er in mijn Alex ladekast zit. Dit is wat ik er allemaal op heb staan. Ik heb hier een heel leuk oud roze plateautje. Het is eigenlijk een bord, maar ik gebruik hem als plateautje van de Action. En daar heb ik wat geuren op staan. Dit was echt mijn favoriet. Hij is, zoals je kunt zien, eigenlijk alweer leeg. Maar ik vond het zo'n mooi flesje. Dit is de Marc Jacobs Daisy. Dat is echt mijn favoriet. Ik heb hier ook nog een leeg staan van Chanel. Eentje van Yves Saint Laurent. Nog eentje van Daisy. Of Daisy Dream van Marc Jacobs. Die is ook bijna leeg. Of, nou, die is eigenlijk al leeg. Dan heb ik hier nog een mini van Dior.
En nog eentje van de Zara. Deze neem ik altijd mee als ik bijvoorbeeld bij Miu ga slapen. Want als die dan in mijn tas... Stel, hij gaat een keertje kapot in mijn tas doordat het glas is. Maakt het niet zoveel uit. Want hij was volgens mij maar 10 euro per stuk of zo. Hier ook wat oorbelletjes liggen. Die heb ik uitgedaan van de week. Maar ik ben bang dat ik ze kwijtraak. Dus ik heb ze eventjes hier neergelegd. Ik heb hier watjes liggen van de Primark MSA reinigingsproducten. Deze Milk van L'Oreal en deze Tonic van L'Oreal. Dan daarnaast heb ik deze Bio Silk staan. Dit is voor in mijn haar. Dit gebruik ik altijd wanneer mijn haar nat is of een beetje droog is. Dan doe ik dit er altijd in. En hierachter staat een spiegel van de Xelos. Dan daarnaast heb ik nog dit make-up tasje van Victoria's Secret er staan. Dit is mijn dagelijks make-up. Zodat als ik ga slapen bijvoorbeeld bij Milan of bij mijn moeder. Dat ik hem gewoon snel in mijn tas kan doen. En niet nog uit deze lades allemaal moet halen wat ik nodig heb. Dus alles wat ik altijd nodig heb. En gebruik zit gewoon hierin. En dan heb ik hier nog een bakje van de IKEA waar al mijn kwasten in zitten. In de bovenste laad van mijn Alex ladekast zitten allemaal scrunchies en haarbandjes. Ik hou echt heel erg van scrunchies. Binnenkort in de video zal ik laten zien waar ze ook vandaan komen. Ze komen namelijk van AliExpress. Toen heb ik echt een pakket van iets van 46 scrunchies besteld ofzo. Dus de meeste die hierin liggen, die komen van AliExpress. Maar ik heb er ook een paar van Conget Fashion of Buy You The Label. Ja, waar komen ze nog meer vandaan? H&M. Ik heb hier echt mijn favoriete haarbandjes die ik altijd in de zomer draag. Ik heb hier een haarband van Costes. Dus hier liggen eigenlijk een beetje alle haarbandjes en scrunchies in. Als we dan een lader onder gaan, is dit mijn liplade. Ik heb niet heel erg veel make-up, maar ik vond het wel gewoon leuk om deze bakjes te kopen en daar mijn make-up in te doen. Dus ik heb hier heb ik drie random dingen liggen. Dit is een lipglossje, een lippotloodje en nog een lipglossje. Hier heb ik allemaal van die matte opdroogdingen. Ik weet niet eens hoe je het noemt, zo slecht ben ik in make-up. Maar ik heb er een paar van NYX heb ik er. Best wel veel eigenlijk heb ik er van NYX. Die heb ik natuurlijk ooit een keertje gekregen. Even kijken, ik heb deze en nog eentje als het goed is. Ja, deze twee heb ik van Bobbi Brown. Ik heb er eentje van Rimmel. Eentje van NYX, die had ik toen voor Halloween gekocht. En nog twee van Bourjois. Hiervoor heb ik een bakje met allemaal lippenbalsems. Deze is toevallig van MAC, maar het is niet echt een kleurtje die je dagelijks gebruikt. En voor de rest liggen er gewoon van die babylips en Labello en zo. En dan in dit bakje liggen nog wat lipsticks. Ik heb een mini van Clinique, eentje van Kiko, een lipstick van NYX en twee lipsticks van MAC. Dus dat is wat er in de tweede lade zat. De derde lade is een beetje een rommellaadje. Ik weet ook niet echt wat voor functie dit laadje heeft. Maar er zit ook weer allemaal make-up in. Hier zit ook echt van alles in. Dit zijn setting sprays. Dit is een primer. Concealer. Nog meer concealer. Een BB cream. Nog een BB cream. Nog een concealer. En dit, geen idee, dit is volgens mij ook een primer of zo. Dus dat is wat hierin zit. Foundation moet eigenlijk ook hierin. Ik gebruik eigenlijk nooit foundation, maar als ik foundation gebruik is het altijd deze van MAC in de kleur C3. In dit bakje heb ik allemaal wenkbrauwproducten zitten. Ik heb hier een kapot wenkbrauwpoedertje van Catrice. Ik heb hier een mascara, die hoort daar op zich niet, maar daar. Een oogpotloodje, een wenkbrauwpotloodje, nog een wenkbrauwpotloodje en zo'n eyebrow gel als dit. In het voorste bakje heb ik ook nog wat dingetjes liggen. Dit is een wimperprimer. Dit is een oogpotloodje. Dit is een mini mascara van Benefit. En een oogschaduwbasis. En in het bakje daarnaast heb ik nog wimperlijm liggen. En van die leuke glittersteentjes voor het festivals. En hiernaast liggen allemaal nepwimpers. Ik heb van het merk Ardell de Wispies. Nog een keer de Wispies. Demi Baby Demi of zo staat erop. De Natural. En nog een keer... De Wispies. Dat is wat hier ligt. En volgens mij ligt hierachter ook nog wat. In het bakje. Ja, hierachter in de bak ligt nog wat oogschaduw dus. Deze heb ik van NYX. Best wel een mooi paletje vind ik dat. Paletje van de Monkey. Nog eentje van NYX. Een los kleurtje van de Douglas die ik toen een keertje van stage had gekregen. Twee losse oogschaduwtjes van Kiko. En nog een paletje van Sleek. Dus dat is wat hier allemaal ligt. Dan de vierde laag. Hier zit eigenlijk allemaal gezichtsmake-up in. Ook hier heb ik twee vloeibare highlighters van NYX. Hier heb ik wat glittertjes liggen van die, hoe noem je dit? Sterretjes. Voor ook weer op festivals om op je gezicht leuk te doen. Hier heb ik allemaal blushes liggen van Benefit, Sleek. Een paar Sleek paletjes ook met blushes erin. Die zijn ook wel... Heel erg mooi. Nou, dit is ook weer een contourpaletje. Clinique heb ik er eentje. Maar hier liggen in ieder geval allemaal blushes. Best wel bizar eigenlijk dat ik het meeste blushes heb, terwijl ik dat het meest gebruik. Maar oké. Okay. Hier liggen wat contourdingen en zo. Ik heb hier een bronzer van MAC. Hier heb ik nog een poedertje van NYX dat helemaal kapot is. Dus die ga ik denk ik gelijk weggooien zometeen. Ik heb hier nog een contourpaletje van Sleek. Even kijken. Die. En dan hieronder ligt nog een duo van Sleek. Ook zo'n
contourpaletje. En dan ook nog deze. Dit is MAC Harmony om mee te contouren. Hier aan de zijkant liggen nog wat dingetjes qua schmink. Van Halloween is dat nog. Er ligt hier een tester van Dior. En er ligt hier aan de zijkant nog een sleek contourpaletje. Van die creamy contour dingen en zo. En aan de achterkant heb ik allemaal highlighters liggen. Dit is ook weer van Sleek. Zo'n paletje is ook zo'n creamy dingetje. Ik heb van NYX heb ik een... Even kijken of ik hem open krijg. Highlighter paletje. En ik heb nog Soft & Gentle van MAC. Dus dat ligt hierachter. Dan dit laadje. En dit is eigenlijk een beetje een rommellaadje. Hier ligt echt letterlijk van alles in. Ik heb hier een zelfbruining handschoen. Ik heb hier brillendoekjes. Ik heb zo'n neppe Foreo om je gezicht mee schoon te maken. Tampons, de pil. Van die cups voor cellulite. Ik heb van die haarbanden voor in mijn haar doen als ik een maskertje op wil doen. Lenzen liggen hierin. Hier ligt echt oprecht van alles. Dan deze. En hier zit eigenlijk allemaal gezichtsverzorging in. Van maskertjes tot reinigingsproducten. Nog meer maskers. Ik heb hier een olie liggen voor het gezicht. Dit is voor je poriën. Bio-oil. Andere serums voor het gezicht. Dagcremetjes. Oogcreme. Hier ligt echt letterlijk allemaal gezichtsverzorging in. Zonnebrand. Dit is gewoon een beetje het gezichtslaadje eigenlijk. Dan eentje daaronder. En dit is een beetje het lichaamslaadje. Ik heb hier gezicht, hier lichaam en daaronder haar. Hier zit bijvoorbeeld muggenspray in. Douchegel. Aftersun. Wat is dit? Dit is een shower scrub. Ik heb hier zelfbruiner in zitten. Crème voor mijn voeten. Nagellak remover. Body lotion. Handcreme. Deo. Hier ligt echt van alles in. Dit is ook zo'n home spray van Thermes. Ook heel erg lekker. Dus dit is een beetje het lichaamslaadje. Dan gaan we naar de ene laatste. En dit is zoals ik net al zei een beetje het haarlaadje. Hier heb ik een bakje staan met allemaal elastiekjes. Vaseline, die hoort hier niet. Die hoort bij de lichaamsladen. Hier liggen dus voornamelijk dingen in voor je haar. Zoals conditioner, een voorraadje. Een borstel. Gel, voorraadje gel. Haarmasker. Volumepoeder. Nog een haarmasker. Dit is echt mijn favoriete haarmasker. Hier ligt een backup van zo'n microvezelhanddoekje. Olie, droog shampoo. Hier ligt ook echt van alles in wat je maar kan bedenken wat met haar te maken heeft. En dan de onderste la is een la met allemaal haartangen. Hier zie je een föhn, steltang, krultang. Nog een föhn, dunnere krultang. Dus dat is wat er allemaal in deze la ligt. Naast mijn Alex ladekast heb ik twee koffers staan. Deze van Zoet Zoet en er nog eentje van Zoet Zoet. Dit gebruikte ik als mijn oude schoolkoffer. En die past hier perfect mooi tussen. En dat vind ik ook best wel leuk staan. Dus die staan daar. En als je een stukje naar beneden gaat, dan zie je dat ik daar een kleedje heb liggen. Dat vind ik echt een heel erg leuk effect geven. Ook voor die spiegel. Lekker knus. En het is echt een geweldig kleedje. Deze komt van de IKEA. Dan in de hoek heb ik deze spiegel staan. Deze spiegel is ook van de IKEA. Ik heb hem niet opgehangen, omdat ik best wel vaak verander van mijn kamer. En dan is het gewoon veel makkelijker om hem neer te zetten. Want om iedere keer nou die spiegel op een andere plek op te hangen, is ook zo'n gedoe. Dus vandaar dat hij gewoon staat. En aan die spiegel heb ik twee tasjes hangen en twee badjassen. Dit tasje komt van Hello My Lobster. Die heb ik daar denk ik ongeveer een maandje of twee geleden besteld. Dus die hebben ze vast nog wel. En deze heb ik gekocht in een boutiqueje in Carabela. Dus ik denk niet dat deze nog ergens anders te krijgen is. Maar deze kleurtjes vind ik wel heel erg leuk met je zo samen aan die spiegel. En hiernaast heb ik twee badjassen hangen. Deze komt van de Primark en deze komt van de H&M. En deze is echt super lekker zacht. Ik wil eigenlijk nog een haakje aan de zijkant van mijn kast maken om mijn badjas aan op te hangen. Maar voor nu is dit eventjes prima zo. Op mijn vensterbank heb ik niet heel veel bijzonders staan eigenlijk. Ik heb hier een potje van de IKEA ook. Een scootertje van Ibiza. Het luchtalarm die helemaal verkleurd is. Dus die heb ik er eventjes afgehaald. En aan de andere kant heb ik een potje met de EFSA met wat dingetjes erin aansteken. Of ook voor een kaars aan te steken of zo. En hier heb ik een glazen pot met stenen van Kos in zitten. Daaronder heb ik mijn verwarming. En hier zet ik eigenlijk altijd de schoenen die ik die dag heb gedragen. En mijn schooltassen staan hier eigenlijk altijd naast. Als we dan opschuiven zie je deze kast staan. Deze is ook van de IKEA. Alleen ik heb echt oprecht geen idee hoe die heet. Hij heeft in ieder geval 8 vakken. Je hebt hem ook met 4 vakken. Ook met 16 vakken volgens mij, maar ik heb hem dus met 8 vakken. Hierbovenop heb ik allemaal dozen en tassen staan van mooie merken en wat zwart-wit is, want dat vond ik wel heel erg mooi staan. De doos van mijn nieuwe Saint Laurent tas. Ik heb hier een tasje van Chanel staan. Hier de doos van mijn Gucci riem. En hierachter heb ik nog een mand staan waar nu allemaal AliExpress pakketjes in zitten die ik binnenkort aan jullie ga laten zien. En hier heb ik nog 2 tassen staan van Zalig en Voltaire. Dit zijn de bovenste 2 vakken van mijn kast en aan deze kant heb ik een deurtje. Hier zitten verzendzakken, doosje met sieraden, boeken van Monica Geuze en Danique en zo. En kaarsje en oude
leuke kaartjes. Dus dat is wat hierin staat. Niet heel veel boeiend. Dan heb ik hier een openvouw. Ik heb hier even de spek staan met mijn nieuwe tas. Omdat ik eigenlijk niet even zo goed weet waar ik hem moet laten. Want ik wil hem ook weer niet uit de dusbag halen. Omdat ik dan bang ben dat hij straks verkleurt door de zon. Dan heb ik hier nog zo'n kaarsenstandaardje van de Action. Die echt letterlijk iedereen heeft. Maar er zitten nu alleen geen kaarsen in. En hierachter staan nog deze paar zilveren hakken. Van Comiket Fashion volgens mij. Ik draag ze niet, maar ik vind ze gewoon heel erg leuk om neer te zetten voor de sier. Dan de volgende twee heb ik hier wat laadjes. Hier zitten laadjes met allemaal schooldingen. Zoals olie, wimperverf, nog meer olie, van die watjes. Dit zijn gewoon alle producten die ik van school heb gekregen toen ik met de opleiding begon. Dus dat zit hier en dat zit ook hieronder. Bijvoorbeeld harsapparaat, stokjes. Dat allemaal. En bij het openkastje heb ik ook weer gewoon wat decoraties staan. Ik heb hier een doosje van Tiffany & Co. Van het armbandje die ik van Milan heb gekregen voor de kerst vorig jaar. Boekje van Tiffany & Co. Twee kaarsjes. Dit is echt een hele lekkere kaars van de IKEA. In de geur vanille. En daarachter heb ik nog een tasje van Tiffany & Co. En dit vond ik ook wel heel erg leuk. Staan bij elkaar. En dan in de onderste vier vakken heb ik van die bakken zitten. Omdat me dat wel gewoon heel erg handig leek. Hier zitten voornamelijk bikinis in, pyjama's, sportkleding en BH's die ik eigenlijk niet meer draag. Dit is eigenlijk gewoon een beetje een soort van rommelbakje met bikinis en van alles en nog wat. En pyjama's vooral. En dit is een bak met allemaal ondergoed zoals BH's, onderbroeken en korte slaapbroekjes. En sokken en zo en panties. Dus dat is wat hier allemaal in zit. En in de onderste zitten dingen voor school. Hier zitten bijvoorbeeld schoolboeken in, XV. Map en allemaal andere dingen voor school. En hier zitten allemaal schoolhanddoeken in en haarnetjes. Want voor school gebruiken wij handdoeken, zwarte handdoeken. Die moet ik wel bewaren. Dus die heb ik hierin zitten. Samen met het mega pakket haarnetjes. Omdat die niet meer in het laadje erboven paste. Naast dat kastje heb ik een prullenbak staan die nu een beetje vol staat. En een lamp van de Xenos. Ik had hem toen per ongeluk dubbel binnengekregen. Dus ik weet niet zo goed wat ik met deze moet. Of ik hem ga houden of aan iemand anders ga geven. Dus vandaar dat hij eventjes daar staat. Op mijn verwarming ligt een kussen die hier eigenlijk niet hoort. Dus die gooi ik gelijk eventjes op mijn bed. En voor de rest is het eigenlijk best wel gewoon opgeruimd hier. Hier staat een tas voor mijn ringlamp. En dat is het eigenlijk wel een beetje wat op de grond staat. En dan heb je nog mijn andere raamkozijn. Hier staat een muslibakje. Die moet eigenlijk naar beneden. Ik weet ook niet waarom deze hier staat. Maar daarnaast staat deze grote ronde spiegel van Xenos. Ik wil hem heel graag ophangen. Alleen ik weet gewoon niet zo goed waar. Dus vandaar dat hij eventjes voor mijn raam staat. Hiernaast staat een roze boeddha met mijn spietsen erbij. Ik heb echt super lang op dans gezeten. Vanaf mijn derde tot mijn 19e. En ik heb ook op ballet gezeten. En dan ze dus ook met spietsen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te bewaren. Eigenlijk wil ik ze ophangen. Maar voor nu staan ze eventjes hier. En daarnaast staat deze kandelaar er van de Xenos. Met een mooie bijpassende roze kaars erin. En dan als laatste mijn bed. Dit is mijn bed. Hij komt ook van de IKEA. Het is een 1,40 bed. Dus dat is een beetje een twijfelaar modelletje. Deze is echt al heel erg oud. Dus deze hebben ze helaas niet meer bij de IKEA. Maar wel eentje die erop lijkt. Die heb ik namelijk bij mijn moeder thuis. En die is ook echt super fijn. Ik heb hierachter als eerste twee tv-kijkkussens met een hoes eromheen van de Hema. En dit is ook de kleur van mijn dekbed overtrek. Alleen ik ben echt op zoek naar een nieuw dekbed overtrek. Omdat ik deze kleur gewoon niet zo heel erg mooi vind. Dus heb je nog tips? Laat ze even achter in de reacties. Hier heb ik een heel groot kussen van de IKEA. Een beetje een beige kleur. En dan heb ik daarnaast nog twee kleinere kussentjes. Ook van de IKEA. Die weer dezelfde kleur zijn als die van de Hema. Hier heb ik in datzelfde formaatje twee kussentjes van de Xenos. Eigenlijk zien ze er dus zo uit. Maar die vind ik niet meer heel erg leuk. Dus ik heb ze eventjes omgedraaid. En dan heb ik hier nog een heel groot lekker kussen van de H&M. Ik vind hem niet meer zo heel erg leuk matchen met mijn muur. Omdat het net de verkeerde kleur is. Maar ik vind hem wel echt super leuk. Dus eigenlijk wil ik hem daarom niet wegdoen. Misschien dat ik hem bij mijn moeder leg. En deze heeft volgens mij mijn oma zelf gemaakt. Ik heb echt oprecht geen idee waar deze vandaan komt. En dan op mijn bed zelf heb ik over mijn dekbed heen heb ik nog twee kleedjes liggen. Deze komt van de Xenos en deze komt van de Action. En die is echt super, super lekker zacht. En als laatste mijn nachtkastje. Dit is een kastje die ik heb gekregen van de oma van mijn vader. Toen ze is overleden heb ik die overgenomen. En heb ik hem deze kleur geverfd. Daar heb ik echt 2 jaar geleden of zo ook over gevlogd. Of een jaar geleden is dat. Maar die gebruik ik dus als nachtkastje. Dit is wat er allemaal op staat. Dit is de lamp van de Xenos waar ik het net ook over had. Die ik dubbel heb. Alleen er moet nog een lampje op. Ben ik veel te lui voor om te halen. Maar die moet er dus nog op. Daarnaast staat een heel leuk spiegeltje van de H&M Home. Die was echt maar 10 euro of zo. Echt een aanrader. Een flesje water. Er staat eigenlijk altijd een flesje water naast mijn bed. En een babyfoto van Miu ligt hier. Ik heb een telefoon hier liggen. Een oude sieradendoos. En wat kaarsen van de Xenos. Deze kleur komt natuurlijk een beetje overeen met het kastje. En deze kleuren matchen weer leuk met de rest van mijn kamer. Dus dat vond ik wel een leuk idee. En hier ligt nog een foto van Miu en mij vroeger. In de bovenste laag van mijn nachtkastje zit eigenlijk alleen maar nagellak. Zooi en zo. Nagelvel. Gellak. Gewone nagellak. Een lamp.
eigenlijk alles wat ik altijd gebruik wanneer ik mijn nagels ga doen. In de middelste la ligt allemaal een beetje troep. Hier liggen bonnetjes die ik goed moet bewaren. Fotootjes, stiften, mijn oude buitenbordbeugel, zonnebril, make-up tasje, tape. Hier ligt eigenlijk echt een beetje de troep waarvan ik niet wist waar ik het kwijt moest. En dan de allerlaatste la is de la met allemaal elektronica. Ik heb hier mijn harde schijf liggen, telefoonhoesje, statief van mijn camera, opladers, hoesje van mijn camera, selfie stick, koptelefoon. Hier ligt eigenlijk altijd alle opladers en elektronica dus in. GoPro ligt er. Paspoort ligt er, die hoort er op zich niet, maar die ligt er wel. Dit was dan mijn roomtour. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vinden. Vergeet ook zeker niet eventjes te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En laat ook wat video-ideetjes achter voor volgende video's. En doe een duimpje omhoog als jullie ook een closet tour willen zien. Want die heb ik nu niet heel uitgebreid laten zien. Maar ik dacht misschien is dat leuk voor een aparte video voor een closet tour. Dus laat het ook eventjes weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende week weer.